Welkom bij weer een nieuw social blog. Blijf vooral lekker mee twitteren, facebooken, instagrammen, hashtag BaronieTV. En wie weet via jouw socials hier terug op het scherm. Blijf dat gewoon lekker doen. Op dit moment is in het Kielergat de kravattentocht bezig. Dit is een soort kroegentocht, krijgt iedereen een stropdasje. Is op dit moment aan de gang en ik was daar net bij de uitgifte. En dan gaan we nu even naar kijken. We staan hier bij de uitgifte van de stropdassen van de kravattentocht. Wat houdt er precies in, die tocht? Ja, het is gewoon de grootste kroegentocht van het Kielergat geworden. Vorig jaar mee begonnen, dit jaar meer dan 600 deelnemers. 15 kroegen, 25 euro. En je kan overal bier, wijn, fris of een vlugel halen. Ja, en om de middag drukker te krijgen. Dus om 1 uur beginnen en om 8 uur uiterlijk klaar zijn. Ja, dat wordt gewoon een geweldig feestje vandaag. En alle kroegen zijn in de buurt? Of moeten ze ver lopen naar alle kroegen of wat mee? Ja, de verste is Pighuis. Ja. Dus, maar de route is zo uitgestippeld dat ze mooi via de Grote Markt, via de steegjes richting het Pighuis kunnen. Vanuit daar richting de haven, weer terug naar... Naar de Visserstraat. Ja. Dus een groot feest. Een hele hoop deelnemers, dus je zou wel trots zijn denk ik met dat aantal, of niet? Ja, dat is briljant. Het is echt super als je ziet dat dit binnen 2 jaar tijd zo aan het groeien is. Nou, ik ben heel benieuwd waar dit gaat eindigen natuurlijk binnen een paar jaar. Ja. Nou, we gaan het zien. Ik ga even vragen of de mensen er een beetje zin in hebben. Dankjewel, we gaan even vragen. Meneer, u gaat lekker meelopen de kroegen toch? Heeft u er zin in? Denk ik wel, ja. En gaat u alle kroegen halen, denkt u? Nou, dat zullen we eerst maar eens bekijken, dat weet ik nog niet. Want het zijn er 15, hè? Dat zijn er een hele hoop. Nou, vast niet. Daar ga ik er niet van uit. Ik wens u in ieder geval veel succes en plezier. Dankjewel. Plezier. Mevrouw, mag ik u iets vragen? Zeker. Heb je een beetje zin in de kroegen toch? Zeker, ja. En denk je dat je ze allemaal kan halen? Ja, dat lukt wel. Ja? Als de rest een beetje meedoet, dan lukt dat wel. Okay. Heb je een favoriet die ertussen staat? Nee, alles is leuk, toch? Ja, okay. Precies. Nou, ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Gaat u het halen, denkt u? Ik ben hier de baas in. Echt eitje. Peanuts. Je bent een ervaren drinker, merk ik. Ja. Dat kan je wel zeggen, ja. Straks jaren voor geoefend, maar ja, je krijg je ook wat, hè? Krijg je ook wel. Ja. Doe jij ook mee? Of, ik doe niet mee. Ja, ik moet gewoon werken, hè? Ja. Ik ga het allemaal door, hè? Dat, helaas. Je moet keuzes maken. Wil je nog iets kwijt aan de kijkers, mag, hè? Ik wil de groeten doen aan mijn moeder en aan Terrence's moeder. Terrence, ik hou van je. En dan zeg je nu terug naar de studio. En nu terug naar de studio, want ik hoor dat er belangrijk nieuws komt. Heel belangrijk nieuws. Ja, terug naar de studio, daar ben ik weer. Wij liepen daar dus bij de havenmarkt en daar zagen wij iemand lopen. Dat was namelijk de Belgische prins uit Diest. En die moesten wij natuurlijk even spreken. We zijn hier aangekomen bij het pleintje en we hebben hier de prins van Diest. U bent de prins van Diest? Ja, dat klopt, ja. Van België. Uit België. In België? Nee, uit België. Uit België? Uit België. Helemaal hier naar het Kielergat gekomen? Ja, samen met de vrienden, de Diestse vrienden van Gilde van Tillebuis zijn verbroederd met Breda door onze Oranje stad. En elk jaar is een traditie dat we naar hier komen. Oké, okay. En hoe vindt u het hier in het Kielergat? Koud! Het waait wel lekker hard, ja? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar is dat in België niet dan, nu? Jawel, bij ons waait het nog een beetje harder. Oh, nog harder? Ja, ja. Dan moet u blij zijn dat u hier bent. Ja, zeker weten. En heeft er een beetje zin in deze carnaval? Ja, we zelfs een goed pintje drinken en de rest van de namiddag vieren, hè. Oké. Okay. Hebben ze in België ook een nar? Nee, we hebben een adjudant. Een adjudant? Waar is de adjudant? Is dit de adjudant? Jawel. Wat is uw taak deze carnaval? Zorgen dat de prins alles heeft wat hij nodig heeft. En heeft hij alles? Hij is tip-top in orde. Tip-top in orde? Jawel. Heeft hij wel eens iets niet dan? Hij heeft al wat dat hem nodig heeft dus, en hij wordt goed beschermd. Dus. Zijn hier ook met een grote bus gekomen met z'n allen? Jawel, dat klopt. Ja? Hoe ver was het rijden? Ongeveer 1 uur en een kwartiertje. Oké, okay. Hadden jullie wind mee? Nee, wind tegen. Anders was je er misschien sneller. Straks zijn we sneller thuis. Hebben we nog iemand die we echt moeten hebben voor jullie? Dat je zegt van nou, die moeten we nog even spreken van jullie. Misschien onze voorzitter. De voorzitter, waar is de voorzitter? De voorzitter is weg. De voorzitter. Oh, hier, de voorzitter. Een hele belangrijke man, denk ik, of niet? Ja, tuurlijk. Waarom? Ik zie het aan de kettingen. U heeft heel wat op uw nek hangen. Ja, de voorzitter is de man van de vereniging, maar toch. Hè? Ja. En wat is uw taak deze carnaval? Alsjeblieft. Wat is uw taak deze carnaval? Alles in goede banen leiden natuurlijk, hè? Ja. En dat gaat meestal wel goed. Tot op heden toch, ja. We zullen zien straks. En jullie gaan vandaag nog lekker de stad en lekker carnaval. We gaan de stad in. We gaan, zoals het liedje zegt, de kroegen overvallen. De kroegen overvallen. U kent hem. U kent de klassiekers. Tuurlijk. In België ook een lied. Het lied. Het lied. Het lied in Nederland of in België is net hetzelfde. Is dat hetzelfde? Natuurlijk. Hebben jullie een ander lied dat wij misschien nog niet kennen? Nee, dat is net hetzelfde.
Het carnaval in België en Nederland qua muziek is net hetzelfde. Precies hetzelfde. Ja, voilà. Allemaal gezellig. Inderdaad. Snollebolletjes. Ja, dat kennen jullie in Nederland toch ook? Natuurlijk kennen we het. Jullie kennen ook snollebolletjes. Wat is uw favoriete nummer van snollebolletjes? Dat laat ik terzijde. Je hebt allemaal goede nummers. Van links naar rechts. Ja, dat is anders. Vrouwkes, leuk. Ik wens jullie een fijne carnaval. Leuk dat we jullie even gesproken hebben. Dankjewel, die zegt gedaan. En succes. En een goede terugreis straks, hè. Weer naar België. Ja, straks, dat is straks. Dank jullie wel. Ja, zeg maar, doei. Ja, dat was dus de Belgische prins uit Diest, hoogbezoek uit België. Dit social media blokje zit er weer op. Vergeet niet om lekker te posten wat je aan het doen bent. Maakt niet uit, ben je lekker aan het feesten, zit je thuis Baronie TV te kijken. Laat het ons gewoon lekker weten. En weet je dat straks hier op het scherm verschijnen. Dit social blokje zit er weer op. We gaan weer terug naar de studio, naar het alternatieve programma van de optocht in Boemeldonk. Ik zie jullie de volgende keer weer. Houdoe!